Opmerkelijk initiatief vanmiddag in Lelystad. Bekijk alvast een kavel voor een tweehonderding kapper. En ontmoet alvast je toekomstige buren. Ja, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat hoor je nu van woordvoerder Dick Nauta van de gemeente Lelystad. Meneer Nauta, goedemorgen. Goedemorgen. Die kavels, waar zijn die eigenlijk precies te koop? Die kavels zijn te koop in de jongste nieuwbouwwijk van Lelystad, Warande. En daar bieden wij op dit moment 4 kavels aan. 4 200 kapkavels, dus het zijn 8 woningen. Mm-hmm. Is het nieuwste stukje van Warande. En we hebben ook nog een 200 kapkavel liggen elders in Warande. Dus het gaat in totaal om 5 kavels voor 2 kappers. Oké, en wat daarop gebouwd gaat worden, staat het al vast? Of moet je dan nog een architect in de hand nemen? Dat laatste kan natuurlijk. Maar je kan ook kijken naar een woning. Bouwontwikkelaar en daar naartoe stappen en kijken van nou heeft hij een woning die past op die plek. Uiteraard moet er wel voldoen aan de stedenbouwkundige eisen en uiteraard de welstand die mm-hmm. daarvoor gelden. Maar het gaat wel om zelfbouw. En in dit geval gaat het om een tweekapper. Dus je moet ook nog een medebouwer zien te vinden die met jou op die kavel een woning wil neerzetten. Oké. Okay, dus want eerder wordt de kavel niet verkocht. Is dus dat een verplichting? Ja, je moet met z'n tweeën dus die kavel kopen. Want je moet wel samen een tweekapper neerzetten. Okay. Oh, maar waarom is die verplichting? Ik bedoel, die kavels, de huizenmarkt is zo overspannen, die kavels die vliegen weg. Ja, maar het is een tweekapper, dus je zult met je medebouwer toch het samen moeten zien te rooien. Om tot een ontwerp te komen. Ja. Ja, maar het is wel één woning, één bouw. Oké, okay, maar dat kan nog spannend worden. Wat u zegt, ja, je moet het wel eens zien te worden natuurlijk. Daarom dus ook dit initiatief van zo'n speeddate. Om te kijken, wat is er mogelijk? Daar kunnen we als gemeente bij helpen en bij mm-hmm. faciliteren. En je kan op zo'n moment dan ook meteen kijken van nou, wie zou er met mij mee willen bouwen? Okay. Maar ja, dan kom je ook op het kostenaspect natuurlijk. Want de een die zegt, nou, dan wil ik dit en dan moet het er zo uit gaan zien. En dan zegt de ander, ja, dat is leuk en aardig, maar dat kan ik niet betalen. Dus dan kun je misschien een ander vinden die daar vanmiddag is, die meer bij jou past. Dat is een mogelijkheid, inderdaad. Ja, nou, wie heeft dit bedacht op het stadhuis om te zeggen van nou, we doen 2-on-2? We hebben in een stedenbouwkundig plan zitten gewoon projectmatige bouw. Maar er zitten dus ook particuliere bouwkavels. Daar kun je 1 woning op bouwen. Dat is makkelijk, dat doe je eentje. Ja, dan heb je inderdaad wat meer vrijheid en is het wat makkelijker. Twee kappers kun je toch zelf bouwen. Is het ook iets goedkoper kun je het eerder realiseren. Maar het is niet eenvoudig, want zelf een woning bouwen, daar komt toch wel wat bekijken. Ja, nou, en wij willen daar graag bij helpen als gemeente. Ja. Want hoeveel mensen verwachten jullie daar vanmiddag? Nou ja, aanmelding hebben we niet verplicht gesteld. Dus het is afwachten. Overigens kan ik zeggen dat we die 4 kavels in dit deel van Warande. Alleen het nieuws dat we dit gingen doen heeft al geleid tot verschillende opties. Oh. Dus deze 4 kavels voor 2 kappers zijn in principe al onder optie. 8 huishoudens hebben we elkaar gevonden, dus 2 aan 2. Een aantal inderdaad, dat klopt. Laat onverlet dat het best zinvol is om wel te komen naar deze speeddate, omdat we ook in volgende delen van Warande wel weer en we hebben die andere 2 kapperkavels gaan ontwikkelen. Maar hoe is dat dan gegaan? Want u zegt verschillende al onder optie, maar was het dan wie het eerst komt die het eerst maalt, die heeft hem gekregen? Of die komt dat is altijd optie? Zo. Ja, wie het eerst komt. Er wordt ook wel eens geloot als er heel veel belangstelling is. Nee, in dit geval gaat het om elkaar. Dat geldt voor elke kavel. Als je bij de gemeente meldt en je zegt ik heb interesse in die en die kavel. Ja. En ik wil een optie nemen. Dan krijg je die optie. Ja, maar een gemeente kan ook zeggen van ja, wacht even. We wachten eerst even hoeveel mensen zich in totaal aanmelden. En dan gaan we loten. Ja, of met de caravans voor het stadhuis. En dan maandag 6:00 begin je. Ja, die tijden heb ik ook nog meegemaakt. Ja, dat is toch leuk? Tijden hebben we nu toch ook weer, dat er heel veel belangstelling is? Nou ja, wij komen natuurlijk uit een heel andere tijd. We hebben natuurlijk toch een jaar of 10-12 hebben we toch een bepaalde crisisperiode achter de rug. Is het ook heel moeilijk geweest om kavels te verkopen? Dat is nu, inderdaad, gaan we weer naar een andere tijd toe. We kunnen best zeggen dat het op dit moment best goed gaat met de woningbouw. Ja, dat is al een tijdje zo hoor. Dat,
Ja, dat zeg ik ook. Voor Lelystad. Ja, dat zeg ik ook. Dat het nu de laatste jaren inderdaad gewoon flink is aangetrokken. Ja. Maar twee kappers bouwen, dat blijkt toch zeg maar, wel een lastig te zijn. Het is niet zo dat jullie daarna bij de gemeente nog heel veel telefoontjes kregen voor die kavels van goh, ik heb belangstelling. Dat jullie heel veel mensen teleur hebben moeten stellen. Nee hoor, dat niet. Want dat geeft eigenlijk wel aan dat we het bouwen van een woning op een kavel voor een tweekapper is lastig voor de gemeente. Oké. Ik wil nog even wat breder trekken, want dit zijn 10 huizen, alles bij elkaar. Maar gisteren in de Tweede Kamer werd er gepraat over forse woningbouw in Flevoland. Het gros zou dan natuurlijk Almere Pampus moeten worden. Lelystad heeft zich ook aangemeld voor, als nodig is, dan kunnen wij als mannetje staan voor de woningbouw. Is dat nu in de buurt van waar we het nu over hebben? Dat is inderdaad het gebied wat we zeg maar, bij de minister hebben aangeboden. Mm-hmm. We trekken er eigenlijk een oud plan uit 2003 vooruit de kast. Het ontwikkelingsplan Warande, wat toen al uitging van 10.000 woningen. Oké, maar hoe ver loopt dat dan? Helemaal tot aan het spoor en helemaal tot aan de Oostvaardersplassen? Warande loopt een heel eind door inderdaad. Natuurlijk moeten we inmiddels wel rekening houden met een aantal andere ontwikkelingen. Want de tijd heeft niet stilgestaan. Veld. Dus we zijn, maar dat is nog weer verder weg natuurlijk. Maar dit gebied is grotendeels beschikbaar voor woningbouw. Dat is het woningbouwaanbod wat de gemeente aan de minister heeft gedaan. Van wij kunnen wat betekenen in het oplossen van het woningtekort in Nederland. Ja. Deze opzet, zoals u die zojuist schetste, dus dat mensen met elkaar om tafel gaan zitten voor een ontwerp en noem maar op, alle stappen die erbij komen bij de bouw van een woning, is dat misschien voor herhaling vatbaar? Nou, dan zullen we natuurlijk ook eventjes de speeddate van vanmiddag af moeten wachten. Mm-hmm. Hè? Welke mensen komen er af? Wat is de ervaring van de mensen? En leidt dat inderdaad ook tot tevreden nieuwe kopers van een kavel? Dus dat is de ervaring die wij hiermee op zullen moeten doen. En dan zullen wij als gemeente kijken van hoe wij daar in de toekomst mee verder zullen gaan. Of het mogelijk toch anders zullen gaan doen. Ja, want wanneer kunnen ze er staan, die nieuwe 201 kappers? De bouwtijd. Voordat je neemt een optie, dan moet je het financieel nog rond zien te krijgen. Mm-hmm. Dan moet het uiteindelijk leiden tot een koopovereenkomst. Dan moeten mensen op zoek naar een bouwer. En uiteindelijk bouwen. Dus voordat je dan hebt gekocht en hebt gebouwd, dan ben je toch minimaal een jaar verder. Ja, minstens. Zeker. Goed, helder verhaal. Dank voor de toelichting. De spirit is dus vanmiddag tussen 4 en 5. Oh, zou bijna vergeten. Goed, in het stadhuis van Lelystad. Goed dat u er nog even bij zei. Dick Nauta van de gemeente Lelystad.